darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, Ballet. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen. Ja. De zon schijnt mooi. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Het is rustig in de straat. En ik ben echt nog niet goed wakker. Kamer 301. Dan gaat ze naar de kamers. Een bank waar nooit iemand zit. Lift. Dit is mijn ontbijt. Ik ga dat kaas in het midden van het broodje leggen. Net zoals het Chateau Meiland diner. Met yoghurt heb ik een Côte d'Azur ook gehad vorig jaar. En nu heb ik ook een appel erbij. Ik heb mezelf net even heerlijk opgefrist. Ook het drinkwater hier vind ik in Limburg toch wel iets lekkerder. We gaan zo meteen naar de Bundestag. Of zal het Duitse parlement om daar een rondleiding te krijgen. Heel leuk. En wil je meer van dit soort avonturen? Ga dan zeker abonneren. We zitten in de tram richting Kurfürstendamm. Of tram, metro. We zitten in de metro richting Kurfürstendamm. Dus het volgende station moet er dan maar uit. We gaan even kijken van het schoudertasje. Want ik iedere keer camera, telefoon en alles meenemen is onhandig. We staan dus hier in Kurfürstendamm bij een kerk. En het is best wel interessant. Want dat is een van de weinige dingen die nog over is van de Tweede Wereldoorlog. Waar ook nog schade aan zit. Deze kerk. Je ziet daar van die ronde gaten. Dat zijn kogelgaten en granaatgaten. En je ziet dat daar echt een stuk weg is. Dat is van de bombardementen die toen gebeurden. We gaan een Berlijnse munt graaien. Maar eerst even een euro eruit vinden die we net op straat hebben gevonden. Oké, dan draaien. De euro zit erin. We gaan nu 7 keer draaien. 1. Oh. Ja. 1. 2. 3. 4. Oh. 1 euro en 5 cent was erin doen. 1 euro plus 5 cent. Ja, we doen daar 1 euro in. En we doen daar 5 cent in. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ja, we hebben deze. Oh, die is warm. Ja, nee, goed. Hey, we hebben dus nu deze. Ik vond deze eigenlijk mooier. Oh nee! Kijk, hier zie je nog de afdruk van de 5 cent. Als de Polaroid camera erin past, is het goed. Ja, perfect. Dat zijn we hier aan de KNMI. Nee, geen KNMI. KDW. Dus zijn we geslaagd hier in de KDW. We hebben een tasje. Moet je eens kijken wat ik nou al vind. De Remarkable. De, hoe noem je dat? Papieren tablet. Oh. Het ziet zo raar uit dit. Maar dat is niet op mijn schrijfstijl. Dan kan ik het ook uitgummen. Ja. Het is eigenlijk echt papier, je blijft het gewoon zien. Ja, laat het even niet helemaal echt, maar... Ik zou ook doen. Doe dit even. Oh, een R? Nee, joh. Wee, joh. Kijk, het vliegt echt zichzelf zonder controller. Hij heeft een soort face ID erop, face-erkenning. Ik vind het zo vet, dan maakt hij gewoon foto's van je zonder dat je hem vasthouden. Gebeurt er iets? Nee. Kan ik dit ook testen? Biedt een niet zijn. Oh, ik mag er niet zetten, helaas.
Maar het is ook wel heel erg vet. Als je keuze hebt tussen E-Step en E... Dat is een bakbeest. Ja, dan water gekoeld. Wow, yo! Oh mijn god. Wow, yo! Water gekoeld. Wat een bakbeest is dit. Oh. Hallo? Smart tech. Ja, zeker smart. Wow. Wow. Kann ich das als Reichstagspräsidentenpalais in ein Wort fassen. Das kann ich sogar noch auf die Spitze treiben. Um die Ecke herum gibt es einen Eingangsbereich. Dort gibt es Bewachungspersonal, die tragen Uniformen. An den Uniformen gibt es Knöpfe. Und auch diese Information kann ich in ein Wort fassen. Das Reichstagspräsidentenpalais, Eingangsbereich des Bewachungspersonals, Uniformen. Und ich bin der Überzeugung, wir könnten dann noch viel mehr... aufgebaut. Jeder soll in seiner Fraktion oder Gruppe einen Sitzplatz finden. Und wie immer die nächste Bundestagswahl ausgeht, über 100 Stühle fliegen raus. Das Wahlgesetz wurde ja verändert. Das ist auch gerade vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigt worden. Es wird auf maximal 630 Abgeordneten gehen. Wir sind hier lopen auf dem Looppad von der Koepel. Helemaal naar boven toe. We hebben net de hele tour gehad. Ik begreep er vrij weinig van. We staan dus hier aan een koepel. Helemaal bovenaan. Het is mega warm hier. We zitten nu op de Wittenbergplatz. Waar we vanmorgen ook waren bij de KDW. Ik heb een currywurst. En dat heb ik niet zo heel goed van curry. Maar laat ik maar even iets gaan testen. Als het werkt. Misschien is het niet. Ja. Dit met curry is... Ja, gadverdamme. Dat is geen eten. Dingen met curry smaakt goed. Laat ik ook maar even. Ene met deze saus proberen. Of saus. Met die kruiden. Oh. Pittig. Maar nog smaakt wel goed. Het smaakt een beetje naar een soort tomatensoep of zo. Curry in elk geval. Met een goede bite. En een beetje pittiger, met meer peper erin. Ja, als ik vaker in Berlijn kom, is het zeker iets wat ik vaker kan bestellen. Thank you.
Godverdomme. Akku leeg. Oh, yo. Maar is die rood, de brandwagen? Waarom rijd je nou niet?